heb eigenlijk wel zin in mosselen. Of is dat gek bij een brunch? Nou, als je er zin in hebt. Ja, ik heb wel zin in. Moest dat nou echt? Dat ding? Oh joh, ik wou het gewoon een keer proberen. Ja, een keer, maar uitgerekend nu? Ik heb toch 100 keer liever jou dan zo'n stuk plastic? Ja. Ja, ik wou je er niet mee belasten. Ja, dat doe je dus wel. Omdat ik wel behoefte heb aan seks. Omdat je dat ding hebt gekocht. We zouden het onderwerp laten rusten. Ja, ik kan er toch niet dat niks aan doen dat ik wel zin heb in seks? Dat lijkt me wel een goede oplossing. Ben je voor één keer niet concentreren op je eigen behoeftes? En even bedenken hoe het voor mij is als ik weet hoe jij met dat ding... Je moet het niet zo groot maken. Zo blijft het een beetje ontspannen. Nou ja, dus niet voor mij. Ja, ik vond het ook een beetje gek om het voor me te houden. En ik had het heel vervelend gevonden als jij ineens dat ding ergens had gevonden. Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, dat was nog erger geweest, ja. Misschien had ik je even moeten zeggen dat ik iets had besteld. Ja, of niet. Dat eeuwige gepraat over alles. Je kan dingen ook dood praten. Maar ik wil gewoon eerlijk tegen je zijn. Ja, je kunt ook te eerlijk zijn. Ik had het gewoon liever niet geweten. Ja, maar wat is dan het probleem? Heb je het gevoel dat je tekort schiet door dat ding of zo? We gaan het ook nog eventjes doorpraten. Ja, sorry. Niet anders naar jou dan eerst. Maar weet je, door die overgang is mijn libido gewoon omhoog geschoten. En ik wil jou er niet mee belasten. Dit leek me wel een goede oplossing. En ja, het spijt me als ik het alleen maar erger heb gemaakt. Ik vind het prima. Maar ik hoef niet alle ins en outs te weten. Nee, oké. Vergeet het. Ik hou voor het aan mijn hand.